Goedendag en welkom bij deze 10-daagse weersverwachting, waarin we dieper ingaan op het weer van de komende week tot 2 weken. De eerste herfstmaand zit er alweer op en dit was toch wel het weerbeeld wat we vaak zagen. Zeker de laatste week van september verliep op sommige plaatsen weer kletsnat. Echt wel hondenweer te noemen dus. En ik heb ook nog even een aantal statistieken erbij gepakt voor de maand september van dit jaar. Dus de eerste herfstmaand en wat al duidelijk is, een te natte maand. Zo'n 106 mm ten opzichte van 78 mm normaal. Er waren wel grote regionale verschillen, dat zien we hier goed terug. Met name die kustregio's kregen met de meeste regenval te maken. Zo'n 150 tot 200 mm daar. Komt natuurlijk door de kustconvergentie. Nog warme zeewater zorgde voor extra voeding voor de buien die daar werden aangevoerd. Met dus extra neerslag tot gevolg. Dat zien we toch een stuk minder terug in het zuidoosten van Nederland. Daar zo'n 50 tot 75 mm regenwater. Beduidend minder nat daar, maar gemiddeld dus een te natte maand. We hadden ook vaak te maken met zuidwestenwinden en dat betekent dus ook zacht weer voor de tijd van het jaar. Zo'n 1,1 graad boven gemiddeld met 15,8 graden en daarnaast scheen de zon ook nog eens beduidend meer dan gemiddeld in deze septembermaand. Inmiddels dus oktober en dat betekent ook dat orkanen actief zijn en daarom heb ik even een andere uitsnede erbij gepakt dan normaal van de Noord-Atlantische Oceaan. En daarin zien we orkaan Kirk ontstaan en die kan mogelijk wel eens van invloed gaan zijn op het weer voor ons. Over ongeveer een week. We zien eerst dat hij naar het westen trekt, maar uiteindelijk trekt hij richting het oosten naar West-Europa toe. En wat daar dan de invloed gaat worden, dat is nog heel erg onzeker. Maar dat het invloed gaat hebben op ons weer, dat lijkt wel een zekerheid te zijn. Zitten we hier op maandag 7 oktober, dan ligt hij nog wel ver van ons af. Een ander lage drukgebied komt dan wel dichter bij ons. Maar we gaan dus even iets verder inzoomen op Europa om te kijken wat dat in het Amerikaanse weermodel allemaal gaat veroorzaken. Eerst even het weer voor de iets kortere termijn. We krijgen te maken met een hoge drukgebied, dus van die regenval zijn we de komende dagen wel eventjes af. Als ik de animatie aanzet, zien we dat hoge drukgebied hier ook mooi terug de komende dagen. Zeker vrijdag en zaterdag zien er mooi uit. Veel ruimte voor de zon, ook weinig wind. Als ik de animatie dan even stopzet, op zondag zien we een lage drukgebied ontstaan. Dat is nog niet die ex-orkaan Kirk. Een ander lage drukgebied komt dan al richting onze regio's, waardoor bij ons vanaf zondag de stroming naar het zuiden gaat draaien. Daarmee wordt het dus ook weer wel wat wisselvalliger. Vanaf zondag neemt de kans op storingen weer toe. Zeker op maandag is dat ook het geval. En de dagen daarna verandert er eigenlijk weinig. Op woensdag zien we hier in de hoek ex-orkaan Kirk verschijnen. Inmiddels is dat al geen orkaan meer. Maar nog wel dat systeem wat daaraan gekoppeld is. En dat zorgt in het GFS-weermodel voor heel veel wind. Mogelijk zelfs stormachtige taferelen in de loop van volgende week. Het zou ook zomaar kunnen zorgen voor een opleving van de temperatuur. Mocht ex-orkaan Kirk meer richting het zuiden terechtkomen, kan die juist een zuidelijke stroming op gang gaan brengen. Dus het is nog heel erg onzeker wat het gaat doen. Voor de weermodellen is het nu dus ook heel erg moeilijk om een specifieke weersverwachting te maken. Omdat die exacte locatie van die ex-orkaan dus grote gevolgen heeft voor het weerbeeld bij ons. Nou, dan is het dan even naar de kortere termijn. Vanavond hebben we te maken met een mix van wolkenvelden. Lokaal nog een enkel buitje, maar met name die droge periode die echt wel overheersen. Met daarbij een matige wind uit noordoostelijke richtingen en temperaturen zo tussen 10 en 13 graden. Nou, vannacht wordt het dan uiteindelijk op de meeste plaatsen gewoon droog. En dan volgt morgen best wel een prima dag. Temperatuur komt niet heel erg hoog uit, zo tussen 13 en 15 graden. Ik denk dat het zuidoosten van het land toch nog wel lang met wat lage bewolking te maken houdt. Dus de zon zullen we daar niet heel veel zien. Maar in het noorden en midden van het land toch vaker zonnige perioden. De wind is matig uit de noordoostelijke richting. Kan daardoor nog wel ietsje frisser aanvoelen. Maar al met al een prima dag om erop uit te gaan. En dan die vrijdag en die zaterdag, ik benoemde het net ook al even. Dan komen we onder invloed van het hoge drukgebied te liggen, moet ik zeggen. Vrijdag temperaturen van zo'n 15 of 16 graden met zonnige perioden, ook minder wind. Een mooie dag en dat geldt ook voor de zaterdag. Dan in de loop van de dag wel enkele stapelwolken, maar het blijft wel gewoon droog. Bij een wind uit oostelijke richtingen die met name boven land zwak van kracht is. Aan zee mogelijk nog wel matig. De zondag, dat is dus die overgangsdag. Die wind gaat dan naar het zuiden draaien en dan krijgen we dus met iets meer wisselvalligheid te maken. We starten de dag nog droog, maar in de loop van de dag een toenemende kans op enkele buien. Temperatuur komt uit tussen 14 en 16 graden. Kijken we dan nog eventjes iets verder vooruit in de weerpluim. Dan zien we daar ook heel erg mooi die tweedeling terug. Eerst die invloed van het hoge drukgebied met een grote dagelijkse gang.
We zien ook dat in de nachten het flink gaat afkoelen. De nachten van donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag verwacht ik toch wel vorst aan de grond. En wie weet, regionaal wel de eerste officiële vorst. Het zou me niet verbazen als we toch lokaal onder die 0 graden gaan duiken in die nachten. Toch zien we ook mooi terug hier in de pluim dat die dagelijkse gang snel verdwijnt wanneer lage druk weer dichterbij begint te komen. En ook zijn invloed weer gaat uitoefenen met meer wisselvalligheid, wel hogere temperaturen. Maar dus ook weer die toenemende kans op regen. Die kans is de komende dagen vrijwel nul, dus ook met veel ruimte voor de zon. Maar vanaf zondag neemt die kans op regen echt wel weer toe. Toch nog wel met enige onzekerheidsmarge, dus vanwege die ex-orkaan Kirk die mogelijk voor wat invloed gaat zorgen in onze omgeving. Het lijkt er wel op dat het echt wisselvalliger gaat worden, maar of we ook echt met stormachtige taferelen te maken gaan krijgen, dat moeten we nog even afwachten. Daar komen we in de toekomstige video's bij jullie uiteraard op terug. Tot de volgende keer!